Ergens in Nederland staat een winkel. Een heel speciale winkel. Het is dé plek waar goochelaars in het diepste geheim hun trucs uitvinden en verzegelen. Alleen als je over een uitzonderlijk goocheltalent beschikt, kom je op deze magische plek terecht en gaan de deuren voor je open. Eenmaal binnen leren ze van grootmeesters de beste trucs die speciaal voor hen zijn geselecteerd. Welkom bij de magische winkel. Hoi, ik ben Jasper, ik ben 10 jaar en ik woon hier in Haarsteeg. Dit is mijn moeder. Hoi. En ze speelt al 28 jaar in Favara. Dit is mijn broertje Maarten. Hoi. Hij zit sinds kort keyboardles. En ik heb ook nog een zusje Esther. Tada! Dit is mijn vader. Hallo. Hij is land aan het ploegen, want we hebben ons eigen tuinbouwbedrijf. Kom. Handje. Weg. Dit is onze hond en hij kan heel leuke kunstjes. Dit is mijn kamer en ik hou heel erg van technisch legoën. Dit vrachtvliegtuig is net af. Ik heb er 4 weken over gedaan en hij is super tof. Dit is mijn goocheldoos en hier zitten al mijn trucs in. De meeste goocheltrucs die leer ik van internet of van de tv. Ik wil heel graag een truc leren in de magische winkel waar ik iets kan laten verdwijnen en terugtoveren. Pietse, ik heb een hele leuke truc. Okay. Let op. Huh? Jasper, waar zit je? Jasper. Jasper. De Kelson. Ah, welkom. Hi. Trek je wel eens lekker uit. Ga zitten. Hey. Luc Elson voert het liefst grote, spectaculaire trucs uit. Soms in zijn eentje, maar ook met het illustre trio Lars, Luc en Angelique. De show zit er vol grote effecten, vuur, muziek en verrassende eindes. Kun je me misschien iets laten zien? Ja, ik heb een sponsballetje bij. Ja. En als ik dat sponsballetje in mijn hand stop en dan een keer blaas, dan is hij weg. Hij is ergens naartoe gesprongen. Waar is hij dan? Ja, achter je oor. Oh, wacht even. Oké. En hou je hand eens op. Ja. En doe hem, sluit hem rustig. Ja. Dan blaas ik een keer. Doe je hand open. Zet er 2. Hey, goed man. Kikken. Kikken. Wacht eens, kom jij een stukje naar voren? Ik zie hier namelijk nog iets, wacht even. En nog zo'n sponsband. Zou ik die van jou eens bij mogen hebben? Ja. Leg ze het hier op tafel, 3 balletjes. Hou je hand op. Let op. 1, 2. En de laatste is 3 in je hand. Hard knijpen. Hard knijpen, je hand omdraaien. Goed knijpen. Ik ga de 2 laten verdwijnen. Ben je er klaar voor? Ja. Maak je hand maar open. Ja. Het is er nog maar 1. Kik, hè? Weet je wat? Volgens mij ben jij klaar om met mij naar de winkel te gaan. Heb je er zin in? Ja. Kom op, daar gaan we. Oh, hier is het cool. Ja, vind je het cool? Ja. Kijk, daar gaan we naartoe. Hier op deze stellage staan alle trucs van de magische winkel. En ik heb er 2 voor jou uitgezocht. En die ga ik je vandaag laten zien. Daar staat de eerste. Oké. Okay. Kijk, die geef ik even aan jou. Hou vast, alsjeblieft. En die tweede, de keeloperatie. Zo. Zullen we gaan zitten? Ja. Kom, daar gaan we. De eerste heet Velspel. En deze heet de keeloperatie. En daar gaan we mee beginnen. En ik geef jou de welbekende schaar, alsjeblieft. Ja. Mag je hem aan de bovenkant kapot knippen. En dan gaan we kijken wat erin zit. Yes. Zo. Oké, ik heb dit voor je meegenomen. Nou, wat is dit nou? Dit is een klein schaaltje wat altijd bij mijn oma stond. Bij mijn oma thuis. En altijd als ik bij mijn oma kwam, kreeg ik een van deze snoepjes die erin zat.
En ik zal je laten zien wat het zijn. Kijk. Het zijn pepermuntjes uit Engeland, want ze ging altijd op vakantie in Engeland. En dan nam ze die pepermuntjes. Ben je klaar voor? Ja. Oké. Okay. Kijk. Nice. Wat vond je ervan? Cool. Ja? Ja. Heftige truc, hè? Ja. Een echte keeloperatie. Het volgende mysterie is een beetje een vuil spel. Alsjeblieft. Elke goochelaar heeft natuurlijk een dier, want die gebruikt hem te goochelen, namelijk een... Een konijn. En ik heb ook een konijn meegenomen. Dit is mijn konijn. Maar ik heb niet alleen mijn konijn meegenomen. Ik heb nog 3 vrienden van me meegenomen. Ja? Dit zijn 3 jagers. En die 3 jagers willen het konijntje vangen. Kijk. Jan, Piet en Kees. En dit is konijntje Timmy. Konijntje Timmy zit altijd in zijn hoge hoed, dus ik pak hem er even bij. Hier is hij. Let op. Hij is een klein beetje verlegen, dus ik zal hem even omdraaien. Zo. Ik zet hem hier neer. Ik hou hem goed in de gaten. Jan aan deze kant en Piet aan deze kant. Maar Kees is slim. Kees denkt namelijk, als dat konijntje ontsnapt en hij gaat terug naar zijn hoed... Dan zit ik daar alvast en dan ga ik hem daar pakken. Dus hij gaat in zijn hoed zitten. Zo. Houd het konijntje goed in de gaten. We gaan beginnen met het spel. Als eerste rent Jan er naartoe. Dan rent Piet er naartoe. Kun je naar voren? Ja. Oké. Okay. Jasper, aan jou de vraag. Waar staat het konijntje? Wijs het maar aan. Op deze plek? Ja. Nee. Nee, dat is Jan. Waar staat hij dan? Hier. Hier? Nee, dat is Piet. Wat denk je? Dan daar. Dan daar, ja, precies. Wat denk je? Dat het konijntje in de hoed zit. Zullen we kijken? En let op. Daar is hij weer. Goeie truc, hè? Ja. Je hebt nu 2 trucs gezien. De keeloperatie en die van konijntje Timmy. Welke wil je leren? De keeloperatie. De keeloperatie? Ja. Dan ga ik je die leren. Konijn Timmy is de jagers te slim af. Duidelijk vuilspel. Wat heb je nodig? 4 kaarten, een hoed en een klein beetje magie. Op de site zie je hoe jij Timmy uit de hoge hoed kunt toveren. Ik wens je heel veel plezier met het oefenen. Jasper wil de fijne kneepjes van de keeloperatie leren. Wat heb je nodig? Nou, wat pepermuntjes. En eigenlijk pepermuntjes met een gat in het midden. Die heb je nodig. Wat heb je nog meer nodig? Een flosdraadje. En nu het geheim van de truc. Knutsellijm. Van tevoren heb ik die knutsellijm hier in een hele strook in mijn nek gesmeerd. En daardoor lijkt het dat als ik het flosdraad pak en ik het zo... En doorheen probeert te trekken, alsof het door mijn nek zit. Maar het zit niet door mijn nek. Mijn huid is gewoon dubbel gevouwen eroverheen door de plak. Dus zo werkt dat. Dan ga ik laten zien hoe je de truc voorbereidt. Als eerste pak je het flosdraad. Het flosdraadje doe je open. Pak een klein stukje van het draad. Zo. En dan pak je 1 van die snoepjes en die rijg je zo aan het draadje. Kijk. Zo. Het snoepje tegen het pakje aan. En het draad draai je eromheen. En nu heb je dit voorbereid. Dat is 1. Nu komt 2. Voor je optreden pak je de lijm. En je smeert hem zo een hele strook in je nek. Nou, als je denkt dat je genoeg hebt, pak je... Een doekje, maak je handen even schoon. Zet je de lijm weg, die mag natuurlijk niemand zien. En dan ben je klaar om de truc te gaan doen.
En dan pak je hier het vlosdraadje en het pepermuntje. Doe je zo in je hand. Zie je dat? Zo moet hij zitten en dan hou je het pakketje vast. Dan vertel je een verhaal over je snoepjes en dan geef je de toeschouwer een snoepje om te proeven. Alsjeblieft. En nu ga ik doen als... En daar is het pepermuntje meer. En dan kan je hem uit handen geven. Dan mogen ze hem controleren. En dan is er niks aan de hand. Goeie truc? Ja. Ja? Heel goed oefenen. Veel thuis oefenen. Pas op dat je de goede lijm gebruikt. En dan heb je echt een truc om al je vrienden mee te verbazen. Nou, daar gaan we. We gaan oefenen. Hou hem vast in je rechterhand. Ja? Snoepje bij je wijsvinger. Dus groot stuk touw. Groot stuk koord. Ja. Yes. Oké. Okay. Dan. Hey. Heb ik ook een snoepje? Mm-hmm. Ja, heel goed. Heftig hoor. Gaat het goed? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik met het draadje om mijn nek. Uh-huh. En dan komt er iets spannends. Oké. Okay. 1, 2, 3. Oh. Wow. Bijna helemaal goed. Weet je wat je nog kunt doen? Als je het touwtje nog iets langer maakt, dan schiet hij makkelijk naar het midden van het touwtje. En dan is de truc helemaal gelukt. Heel veel succes met oefenen. High five, goed gedaan. Ja. En ik ben heel benieuwd wat ze er thuis van vinden. Ja, en Luc is niet de enige. Het hele bedrijf van Jaspers vader zit al klaar voor de keeloperatie. Ik vind de verpakking zo altijd leuk in ons bedrijf, dus daarom ga ik het hier ook laten zien. Ik heb wel een paar keer meer opgetreden, maar toch lijkt me wel heel erg leuk. Hallo allemaal. Ik wil jullie iets cools laten zien. Ik heb hier een doosje. En dit doosje heb ik gekregen van mijn opa. En die heeft er veel van zijn opa gekregen. Er zitten ook nog pepermuntjes in, van de tijd van toen. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit eentje geproefd, maar dat zou ik eigenlijk heel graag willen. Dus, nou gaat het gebeuren. Eigenaardige smaak. Die moet eruit. Daarvoor heb ik vlosdraad meegenomen. Let op. Gelukkig. Het publiek reageerde heel enthousiast en dat vond ik ook heel erg leuk. Dat hij dit voor elkaar krijgt, dat vind ik echt heel gaaf. Echt heel trots op. Nou, ik vind het onvertelbaar dat ik die truc voor elkaar krijg. Ja, perfect. Fantastisch. Ik snap er gewoon helemaal geen ene bal van.